Daar ga ik ook over praten met onze vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar tegelijkertijd ook de populairste onder de bewindslieden van kabinet Rutte 3. Hele mond vol, zeg. Vicepremier, minister en meest populair. Moet ik bescheiden te blijven? Nou, het is gewoon elke dag je werk doen. En dat gaat de ene keer heel goed en de andere keer is dat best ingewikkeld. Maar het is ook heel eervol om te mogen doen. Ik ben dankbaar dat ik deze positie heb en dat ik daar. Maar die plek moet ik ook heel goed benutten. Daar moet ik niet op mijn handen gaan zitten. Er is een hoop te doen op het gebied van landbouw, op natuur, op voedsel. Voedsel dat we allemaal elke dag tot ons nemen. Ja. En we ook niet altijd beseffen wat er allemaal aan vooraf gaat voordat we dat kunnen nuttigen. Ja. Je staat met je benen in de klei, hè? Dat probeer ik wel, ja. Dat is wel het mooie van dit ministerie. Het is een ministerie wat heel dicht bij mensen staat. Ik ga veel op werkbezoek bij de boeren, bij de tuinders, de vissers. En je hoort dan ook alle verhalen echt uit de praktijk. Ja. Ik vind het ook belangrijk om te horen wat er speelt. Ik voel me wel bevoorrecht. Je zegt heel mooi, ik sta dicht bij de mensen. Het boerenmeisje uit Giessen, daar gaan we het zo over hebben, die nu zo'n belangrijke positie heeft. Verandert dat in vriendschappen en familie? Kijken ze anders naar je of ben je gewoon voor iedereen nog gewoon lekker Corolla? Voor mijn familie zeker. Doe maar gewoon, dat doe je die zijn, ja, inderdaad. Ja. En dat is echt helemaal niets veranderd. Gelukkig, zeg ik. Want ik ben ook gewoon die dochter en die zus. En voor mijn vrienden eveneens. Soms merk ik wel dat mensen zich dan wat zorgen maken over of dat ik nog wel genoeg rust heb en of dat ik nog wel tijd heb voor wat ontspanning. Maar het is ook heel fijn dat zij zich daar soms om bekommeren en me af en toe ook wel even bij de les houden. Je bent de populairste bewindsvrouw van het kabinet. Dat is wel een eer, hè? Ja, tegelijkertijd is het ook heel relatief. Als je wel eens in een situatie komt dat de golven hoog gaan. We zijn allemaal mensen. Het is niet zo dat je daar dan ook heel als een robot besluiten neemt. Integendeel, daar heb je ook onderling, spreken we daar ook al met elkaar over, van hoe gaat het. Dus, en daarmee relativeer ik die lijstjes, dat ik denk, iedereen krijgt altijd wel eens met een moment te maken dat hij een besluit moet nemen dat heel zwaar is. Soms ook dat je ook denkt, hoe kan ik hier nou goed uitkomen? Ja. En toch moet je daar dan een keus maken, want je zit daarvoor om dat te doen. In het kabinetsbeleid staat één zin die jou bijzonder aanspreekt. Ja, voor de overeenkomsten tegen de tegenstellingen. En dat vind ik heel mooi. Waarom? Omdat je heel vaak met elkaar van mening kunt verschillen. Dat mag ook in het land, dat is ook prima. Het is ook heel mooi dat we een divers land hebben met heel veel verschillende mensen en verschillende opvattingen. Maar dat we niet blijven hangen in het met de koppen tegen elkaar. In dit land leven we samen met al onze verschillen. Dat je denkt, hoe kan dat nou, dat je zo denkt. Ja. Maar we gaan wel met elkaar samenleven. En als dingen niet goed gaan, spreken we elkaar daarop aan. Maar het met de rug naar elkaar gaan staan, dat leidt nooit tot iets goeds. Ja. En dat heeft die zin in zich en dat is ook de geest van waar ik uit wil werken. Ja. Laten we eens teruggaan naar de kleine Carola Schouten. Wat was dat voor een meisje? Op de boerderij in Giessen? Ik was een behoorlijk leergierig iemand. Ik wilde heel graag van alles weten. Ik was vaak ook wel bezig met zaken die in de samenleving speelden. Ik weet nog dat ik niet zo oud was en mijn moeder die had het Nederlands Dagblad, lazen wij thuis. En dat altijd als de krant kwam, dat ik hem dan als eerste pakte. Zij werd het op een gegeven moment zo zat dat ze er gewoon een tweede abonnement bij heeft genomen. Omdat ze niet elke keer als laatste de krant kreeg. Ja. Dat ze daarop zat te wachten. Ja. Dus ik wilde al wel heel graag weten wat er speelde. Niet alleen overigens de politiek, ook al wat er in de wereld gebeurde. Ja. Ik wilde dat graag weten. Het interesseerde me. Je groeit op een zeer christelijk gezin. Trouw naar de kerk. En dan gebeurt er iets wat het leven van jullie familie op je kop zet. Je vader verongelukt. Op een hele tragische manier. Dat klopt. Mijn vader is verongelukt op de boerderij. We hadden een boerderij thuis, een melkveehouderij. En hij is tijdens zijn werk overleden. Tja. Daar sta je dan, met je moeder, je zusje. En dan gaat het leven verder, op de boerderij. Ja. Hoe deed je dat? Hoe deden jullie dat? Ik was jong. Ik was 9 jaar. Dus dat is wel een soort fase, als je heel ruw schetst, daarvoor en daarna.
Daarvoor had ik een heel onbevangen leven. Op de boerderij, we speelden veel, we gingen zwemmen. Het was echt een heel echt een klassiek leven zoals je je voorstelt op de boerderij. Dat het gewoon als een kind is dat geweldig. En daarna is opeens word je je bewust van de gebrokenheid in het leven en het verdriet, vooral het verdriet wat er is. Nou, niet alleen voor jezelf, maar ook van je meest dierbaren, je moeders, je zusjes. Ging je twijfelen aan God? Ik heb toen ik wat ouder werd, een beetje rond de leeftijd van 16 jaar, dat ik dacht van, weet je, maar waarom moest dit gebeuren? Wat is het nut geweest hiervan? Je schrijft ergens, ik twijfel niet aan hem, maar ik ben wel af en toe vertwijfeld. Ja. Dat is mooi. Ja, en dat was ook wel de waarom-vraag, die heb ik wel lang gehad. En daar ben ik op enig moment ook wel mee gestopt, ja, om die te stellen. Omdat het uiteindelijk geen antwoord biedt. Ja. Uiteindelijk ook je daar niet de rust in vindt, in die vraag. Het gaat er uiteindelijk, denk ik, ook om hoe je in het leven, wat dan voor je ligt, hoe je dan weer met elkaar, met je geliefde, ook weer zoekt om daarin verder te gaan. Ja. En daar mag je af en toe wel vertwijfeld in zijn. Ja. Maar dat je uiteindelijk ook wel merkt, dat ik merk dat God daar wel is. In welke omstandigheid dan ook. En dat hij soms misschien heel ver weg lijkt en uiteindelijk net naast je heeft gelopen, dat je niet echt opzij hebt gekeken. Voetstap in het zand. Die je soms ook wel eens gedragen heeft, terwijl je dacht, waar ben je nou? Als ik over een gebeurtenis in je leven mag spreken, je bent in Israël, je komt thuis, zwanger, alleengaande moeder ben je nu. Was dat heel zwaar voor je? Dat zijn wel periodes geweest dat dat zwaar is geweest. Ja. Mijn zoon is nu 17 al, dus die gaat al redelijk zijn eigen gang. Je bent apetrots op me. Ja, ik ben heel trots. Ja. Ja, het is echt, we hebben het echt heel goed samen. En hij op zijn moeder natuurlijk. Ja, maar dat laat hij niet zo blijken, nee? Hoor. Het is een puber. Nee, het is tiener, hè, het is een die puber. Doen ook. Ja. Maar er zijn periodes geweest dat het, ik studeerde nog, ik moest gaan werken om geld te verdienen. Ik had alleen een kind en ik dacht, hoe doe ik het allemaal? Hoe kan ik het nou bij elkaar brengen? Wat komt er eerst? Wat moet ik doen? En uiteindelijk zijn er ook heel veel mensen om mij heen geweest die me daar ongelooflijk in geholpen hebben. Mensen zal ik mijn hele leven dankbaar blijven, want zonder hen was het heel moeilijk geworden. En mensen van mijn studie die me steunden in om daar toch mee door te gaan. Op mijn werk, dat er altijd flexibiliteit was en dat ze zeiden van, als je naar huis moet, kijk maar hoe je doet. Mensen in mijn kerkelijke omgeving die ook heel veel ook voor mijn zoon gezorgd hebben. Dat ga ik nooit vergeten. Mooi. Steile maatschappelijke carrière gemaakt. Begonnen bij de fractie, daarna word je Kamerlid. Je gaat meedoen aan de coalitieonderhandelingen. De geruchten zeggen dat jij een zeer stevige tante was daar. Als je gaat onderhandelen, ik heb redelijk wat onderhandeld, dus ja. Je leert daar natuurlijk, ja, ook wel. Met het mes op tafel, hè? Je moet af en toe dat een beetje op verschillende manieren doen, maar het mes op tafel zit in het pakket. Ja. En soms hoeft dat niet, kun je elkaar ook gewoon echt op argumenten overtuigen. Soms, ja. Het was een moeilijke coalitie. Er zijn grote tegenstellingen. D66, ChristenUnie, daar zitten grote verschillen. Bid je dan ook tot God geef me wijsheid? Wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik nou doen? Het zijn natuurlijk hele lange onderhandelingen geweest voor de coalitie. En dat was ook ongelooflijk intensief. Ja. Omdat je elke dag met moeilijke onderwerpen zat. De onderwerpen waren niet zo moeilijk, daar waren we het vrij snel over eens. Dus wat er op tafel lag was altijd ingewikkeld. En het is geen geheim dat er natuurlijk ook momenten zijn geweest waarin we echt wel hebben gedacht, kan dit? Kunnen we dit dragen? Ja. Maar tegelijkertijd ook een opdracht om te kijken wat er wel kan. Ja. Niet te snel zomaar van tafel, maar tot het uiterste gaan om met elkaar te zoeken van, hoe je over bepaalde thema's toch, niet helemaal met elkaar eens hoeft te zijn, maar wel op een werkbare manier er ook met elkaar omgaat. Ja. We hebben natuurlijk hele intensieve discussies gehad over waardig oud worden. Hoe kijk je nou tegen het leven aan, ook als het misschien in de ogen van sommigen minder waarde heeft. Waarvan ik geloof dat
elk leven op elk moment waarde heeft. En dat het ook aan de samenleving is om dat terug uit te stralen naar waarom mensen. Waarom lukt dat ons niet? Waarom zijn we zo... In het algemeen zitten we denk ik ook in een maatschappij waarin als je iets presteert, dat gewaardeerd wordt. Ja. Ik ben daar zelf ook wel gevoelig voor. Ja. Dat ik denk, als ik iets presteer, dan is het goed. Ja. En dat is precies niet zoals ik geloof dat God de mens heeft bedoeld. God zegt, je hoeft niks te presteren, jij bent er en dat is al van ongelooflijke waarde. Je hoeft niks te presteren, want ik hou van je. En ik denk dat we als samenleving echt moeten opletten dat we niet te snel uitstralen. Je telt mee als je wat presteert. Want dan kunnen mensen zelf ook de overtuiging krijgen dat dat nodig is om mee te tellen. En bovendien, wat is presteren? Ja. Zijn dat dan de objectieve, hè, van hoe goed doe jij het in je carrière? Of is presteren, zijn het juist misschien de mensen die ze in hun kwetsbaarheid jou erop wijzen wat echte liefde is? Ja. Of wat echte overgave is? Ben je geliefd? Ik geloof dat God van mij houdt, ja. Ja. En dat het dus niet afhangt van mijn prestaties. Ik pak er even de Bijbel bij, want die staat vol met beloften. Het meest gelezen boek ter wereld. Beste managerboek, zeggen ze. Wat is jouw favoriete tekst? Hij is heel bekend, maar ik vind hem echt heel, heel treffend. Ook voor mijn persoonlijk, maar ook voor mijn werk. En dat is Micha 6, vers 8. Dus je vertelt mensen wat je moet doen. Trouw zijn, recht doen en de weg te gaan, nederig de weg te gaan die de Heer van je vraagt. En dat is, het is bijna een praktische opdracht van hoe sta je in het leven. Tegelijkertijd is het ook een hele, echt een appellerende boodschap. Ja. Want het is niet altijd makkelijk om dat zo te doen. Ik heb op mijn Facebook gevraagd, welke vraag zou je aan de minister willen stellen? Oh. Hier komt er een. De nieuwe landbouwvisie is gericht op de boer en op anders boeren. Meer gericht op kringloop, meer aandacht voor natuur en milieu. Maar wat we missen in het beleid is de aandacht voor de eindgebruiker, de consument die het voedsel nodig heeft, het wereldvoedselvraagstuk. Zou je deze dingen niet meer willen betrekken bij je beleid? Ik geloof dat wij als Nederland een hele belangrijke rol hebben in de voedselvraag wereldwijd. En wij hebben ontzettend veel kennis in onze landbouw zitten. We hebben een universiteit in Wageningen die aan de top van de wereld staat, ook in hoe we daarover allerlei oplossingen voor bedenken. En ik voel het ook als een verantwoordelijkheid om juist wereldwijd ook daar een bijdrage aan te blijven leveren. Door bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor hoe je om kunt gaan met grond die verzilt, die heel zout wordt. Normaal kun je daar geen planten of iets op laten groeien, dat is heel ingewikkeld. Wij zijn al technieken aan het ontwikkelen waar dat wel kan. Zodat je op die manier ook op plekken waar het normaal niet mogelijk was om dit soort groenten ook te telen, dat het dan wel kan. Ja. Dat zijn aan de ene kant bijna praktische oplossingen, maar van onschatbare waarde. Ook bijvoorbeeld met hoeveel water je omgaat. Schaars goed water. Wij kunnen steeds meer planten ook laten groeien met minder water. Dat klinkt heel klein als we dat zo zeggen, maar dat zijn technieken die wereldwijd echt wel het verschil kunnen gaan maken. En ik ben zeer gemotiveerd om daar een bijdrage aan te blijven leveren. Dat doen we al als Nederland, maar dat moeten we zeker ook in de toekomst blijven doen. Toch staat er in dit woord dat de schepping zucht. Zeker. Ja. We zijn hem aan het kapotmaken, vernielen. Ja, dat is ook zo. En daar hebben we dus ook met elkaar ook weer een verantwoordelijkheid in om daar de goede stap in te zetten. Vandaar dat ik ook richting heb proberen te geven aan de landbouw. Dat aan de ene kant die boeren, die tuinders, die vissers, die ongelooflijk hard werken om ons elke dag te voorzien van het voedsel. Ook een perspectief te geven. Hoe kan je ook in de toekomst die boterham blijven verdienen? En aan de andere kant, hoe kunnen we omgaan met een aantal zaken die op ons afkomen? Ja. Bijvoorbeeld rondom, we hebben het gezien afgelopen zomer, droogte. Ja. Maar ook weer bijvoorbeeld extreem weer, zoals heel veel regen. Daar moeten we ook over nadenken met elkaar. En dat heb ik ook geprobeerd om dat nu meer te doen. Dat doe je ook. Je houdt van mensen, dat is duidelijk. Ik vind het leuk, we hebben een filmpje dat je op een zorgboerderij bent. Vertel eens even hoe je dat ervaarde. Ja, dat was een hele mooie dag. Dat is een prachtige zorgboerderij, Paradijs, een mooie naam ook. Ja. En dat is een boerderij die tegelijkertijd ook plaats en heel veel liefde biedt aan mensen die oud zijn of mensen die wat andere zorg nodig hebben. En juist die dieren en die boerderij en
De mensen die daar komen, dat gaat zo geweldig samen. Dat was echt een hele mooie dag. Wordt helemaal blij van. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Vraag, want je bent prominent ChristenUnie. Voel je inmiddels meer minister en deel van het kabinet? Of voel je de representant van de ChristenUnie? Waar ligt eigenlijk je grootste loyaliteit? Oh, dat is wel een gewetensvraag. Ja. Maar ik ben minister van de ChristenUnie. Dus het is dus een beetje een politiek antwoord. Ja. Maar ik kan mezelf niet uitschakelen. Ja. Het is niet zo dat ik nu zeg, ik ben nu van de ChristenUnie of ik ben nu van het kabinet. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen rol. De fractie die kan soms meer agenderen dan dat ik dat kan doen. Omdat ik ook gewoon uitvoerder ben van beleid dat is afgesproken. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld als je de toekomst van de landbouw schetst. De waarde als rentmeesterschap. Dankbaar zijn voor het voedsel dat we elke dag hebben. Dat soort noties kun je heel goed vertalen, ja. Ook in stappen die je daar wil zetten. Ik denk dat iedereen, ongeacht of dat je, daar hoef je niet voor in een kabinet te zitten, maar op je eigen plek impact kunt hebben. Ja. Op de mensen om je heen, op je omgeving. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Carola, heel hartelijk dank voor dit openhartige gesprek. Ik laat je niet met lege handen weggaan. Schrijf je nog wel eens in de agenda, dat het voor je wordt bijgehouden? Het wordt wel voor me bijgehouden, inderdaad, door mensen die dat heel goed kunnen. Ja. Maar hey, prachtig. Voor mijn privéafspraken kan ik dit heel goed gebruiken. Ja. Ja. Dit boekje is net verschenen van Henry Nouwen, Wie ben ik? En daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik heb het samen met Leo Feijen geschreven. Ah, oké. Okay. Dus over deze. Nee, ja, Henry Nouwen, dat vind ik wel een voorbeeld van iemand die het omzien naar elkaar, het nederig zijn en nederig de weg te gaan die de Heer van je vraagt, die dat ook wel echt in de praktijk heeft proberen te brengen. En daar ook nog eens heel veel wijze lessen uit heeft geleerd en die ook overgebracht heeft aan ons. Dus ik ben erg benieuwd naar het boekje.